Helemaal welkom terug bij nieuw Super Mario Brothers voor de Wii, hier bij 2Gaming NL. Ik heb eens wat naar de comments gekeken van de vorige aflevering en ik heb gezien dat het geluid echt veel te hard stond van de game. Dus ik heb maar eens even wat aan de geluidsinstellingen van mijn opnamesoftware, waar ik deze gameplay mee aan het opnemen ben. Ik heb een beetje aan de geluidsinstellingen lopen kloten en ik hoop maar dat het nu wel een beetje beter is. Als het nog steeds niet helemaal goed is, dan laat het maar gerust weten in de comments beneden. Want dan kan ik er namelijk iets aan doen. In ieder geval, we gaan gewoon weer lekker aan de slag. Nieuw Super Mario Brothers Wii. We zitten in een onderwater level. Een van de meest verschrikkelijke levels die je tegenkomt in de game. Maar het is gewoon letterlijk, je zwemt. En dat bestuurt sowieso al heel erg kloten. Zeker op deze Wii-mode waar ik nu mee aan het spelen ben. En natuurlijk heb je ook nog wel eventjes alle visjes die daar rondzwemmen. Nou is dit niet echt een heel erg groot probleem in dit level. Hoewel het hier en daar wel een beetje heel erg overvol zit ermee. Het is wel erg vervelend. In ieder geval, we gaan gewoon eens wel even kijken wat we allemaal tegenkomen hier al. Om te beginnen gaan we even deze eventjes... En hoppakee. Hartstikke dood is die. We proberen even bij die sterrenmunt te komen daar al. Als we ze tegenkomen, kunnen we ze net goed oppakken. Als je naar de vorige aflevering hebt gekeken, dan weet je dat ik niet helemaal uitgebreid op zoek ben naar alle sterrenmunten die in de game te vinden zijn. Het is wel even leuk om mee te nemen als ik ze tegenkom, maar ik ga er niet al te uitgebreid naar op zoek. Dus, oké. Dat is eigenlijk voor de 100% run die eigenlijk niet bestaat. Kan ik geplet worden hierdoor? Nee, dat kan niet. Chill. Laten we dan eens wel even kijken of we... Nou, daar gaan we natuurlijk geen moeite voor doen voor die sterrenmunt. En waarom staan er ook gewoon echt twee sterrenmunten naast elkaar? Dat is niet echt handig, jongens. Maar in ieder geval... oh ja, dus hier valt er natuurlijk eentje naar beneden. Dat is niet echt heel erg mooi gecodeerd door Nintendo. Oh shit. Dat was niet helemaal de bedoeling. Je kijkt er veel gewoon even een scheld naar beneden. Dat is wel geinig om te zien op zich. We gaan gewoon heel even verder zwemmen. En dan komen we uiteindelijk wel bij het einde. Sterk nog, voor mij ben ik zelfs al bij het einde. Oké, ik ga die one-up ga ik niet mijn leven voor riskeren. Want ik ben al heel erg klein. Bam, en we hebben het level alweer gehaald. Super dupertje te gek. Course clear. We gaan gelijk door naar het volgende level. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ik ben ontzettend benieuwd. Oké, ik ben niet echt heel erg benieuwd, want ik heb dit level al eens vaker gespeeld. We krijgen verschillende levels waar we nu naartoe kunnen gaan. We hebben een paddenstoel level, we hebben een Goomba level, we hebben een toothuisje die we even kunnen gaan bezoeken. Ik heb geen power-ups op zak. Ik zou toch zweren dat ik de vorige aflevering meer power-ups had verdiend. Maar ja, maakt zich niet al te veel uit. Dit is een bonus game. Hier moeten wij alle toadblokjes pakken die er in het beeld zijn. En als we dat hebben gedaan, dan krijgen we 3 mushrooms ervoor terug. Dat is hartstikke mooi. Pam, 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 pam. En we hebben het gehaald. 3 mushrooms krijgen we erbij. Hartstikke mooi. Daar kunnen we wel goed gebruik van maken, zou je zeggen. Ja, dat klopt. We kunnen hier echt heel erg veel mee. Dus laten we maar gewoon gelijk naar het volgende level gaan. Ik bewaar die mushrooms nog wel. Want stel nou, ik heb ze een keer nodig. Dan heb ik ze op zak. Dus dat is wel handig op zich. Oké, level 1-5. Een prachtig paddenstoel level met allemaal draaiende paddenstoelen. Dus niet echt heel erg bijzonder dit. Maar het maakt wel de game een heel stuk interessanter. Want het is best wel pittig lastig. Het is niet echt het meest makkelijke level dat er in deze game te vinden valt. Maar ja. Dat maakt op zich niet altijd veel uit, zolang als dat je maar een beetje plezier hebt in het spelen van de game. Dan is het helemaal prima. Ik ga wel even die sterrenmunt proberen te pakken. En dat is me gelukt en ik ga dood. Tuurlijk joh, waarom ook eigenlijk niet. Ik heb ook al gelijk gezien dat ik een sterrenmunt gemist had. Maar dat maakt op zich niet altijd veel uit. Ik ga er niet altijd uitgebreid naar op zoek. Dus, oké. We gaan het nog een keer proberen, het paddenstoel level. Dit zijn wel echt een paar van de meest chaotische levels die er in deze games te vinden zijn. In wat voor een Mario game je ook speelt, elk paddenstoel level is super dupertje chaotisch. Of zoals ik het wil noemen, een chaotische chaos. Ja joh, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Op een gegeven moment moet ik maar gewoon heel eventjes een beetje meezingen met de muziek. Oké, laten we gewoon heel even deze sterrenmunt hier oppakken. Hup, en ik heb het overleefd voor de verandering. Oké, deze zijn best wel erg vervelend, want ze gaan en naar boven en naar beneden door even een schroefje aan te draaien. En dat gaat om te beginnen heel erg traag, zoals je ziet. Dat is niet bepaald prettig om dit te gaan doen. Oké,
Rennen, rennen, rennen. We gaan dit gewoon even helemaal speedrunnen. Ik zeg niet dat het heel erg goed komt, want meestal als ik probeer te speedrunnen, ga ik hartstikke dood. Dus, oh shit. Oké. Oh crap, oh crap. Oh crap, oh. Oh my god, ik heb geluk. Oh yeah. Nou, zo haal je dus wereld 1-5 met gemak, zucht. Dat is echt de makkelijkste speedrun ooit volgens mij. In ieder geval, we gaan naar het volgende level. Paddenstoelen verschijnen. En dan kunnen we gelijk door naar het kasteel. Een kasteel dat we nu nog wel even niet gaan spelen. Maar dat maakt op zich niet al te veel uit. We gaan er gewoon lekker naar het volgende level. Wereld 1-6. Daarna gaan we dat kasteel even bestormen. Want dat is natuurlijk waar we voor komen deze aflevering. Alright. De muziek vind ik trouwens verschrikkelijk. Sinds dat ze in New Super Mario Bros. Van de Nintendo DS zijn overgeswitcht naar een nieuwe soundtrack voor de games. Het is niet. Ik ben geen groot fan ervan. Maar ja. Hè, iedereen heeft daar weer zijn eigen mening over. En mijn mening is dat de nieuwe muziek van New Super Mario Bros. Voor de Wii verschrikkelijk is. Maar goed. Dat maakt op zich niet al te gek veel uit. Wij gaan gewoon dit level. Ah, dat was niet de bedoeling. Dat was volledig de bedoeling. Nee, sorry. Dat is totaal niet de bedoeling. Oké. Dit slaat echt helemaal nergens op. In ieder geval, we gaan even kijken wat hier is. Een geheime buis. Goed geprobeerd te verstoppen, Nintendo. Oh shit. Ja, dit is natuurlijk heel erg simpel. Je moet namelijk deze sterrenmens zien te pakken. Hartstikke tof. We hebben hem al. Dit hebben we ook alweer gehaald. Oké, we gaan naar de volgende buis. Oké, we gaan weer verder naar de rest van het level. We gaan dit gewoon proberen te speedrun. En ik ben nu alweer mijn mushroom kwijt. Ik ben hartstikke lekker bezig hier, oh. Dit gaat niet heel erg soepel. En we hebben hem alweer gehaald. Super chill. We gaan er wel echt heel erg snel doorheen, jongens. Misschien dat we nog wel eventjes wereld 2 erachterna gaan knallen, zo. Dan maar even een wat langere aflevering. Maakt mij niet zoveel uit. Alright. Het kasteel van Larry Koopa. We pakken wel even een mushroom erbij, want ik weet nou al dat het helemaal niet goed komt als ik zonder mushroom naar binnen ga. Daar gaan we, het grote kasteel van Larry Koopa. Ik had er heel erg veel zin in. Hoewel ik weet dat dit echt volledig verkeerd gaat zometeen. Denk ik dat het toch wel heel erg, wauw, ik kon gewoon niet meer woorden. Dat dit goed moet komen. Dus laten we het maar gewoon proberen. Pam, pam, pa. Pa, pa, pam, pam, pa. De level is echt voornamelijk spring over deze moersleutels heen. En dat is het eigenlijk wel. Nou ja, moersleutels over deze gears. Of zo. I don't know. Oh shit. Dat ging bijna verkeerd. Zit hier nog wat nuttigs in? Weer een ijsflower. Wat heb ik aan die fucking ijsflowers, guys? Like for fuck's sakes. Oké. We gaan gewoon eventjes hier overheen springen. En een vlaggetje. Chill. Nu is het gewoon even een kwestie van rennen. En die sterrenmunt laten we zitten. Oh shit. Oké, we pakken die sterrenmunt toch maar gewoon even op. Als ik ze tegenkom kan ik ze net zo goed oppakken. Dat zeg ik al bijna de hele aflevering door volgens mij. Maar ik meen het ook. Als ik zo'n ding tegenkom kan ik hem net zo goed oppakken. Oké, dit is gewoon even een kwestie van hard rennen. En niks anders blijven doen dan rennen. En hup. Oh yeah baby. Oh. Ah. Dat was gewoon dom geluk. Dat was gewoon echt heel erg dom geluk. Nou, eigenlijk is dat helemaal geen geluk meer. Dat maakt het op zich niet al te vaart. Wij hebben meer power-ups nodig. Dus ik zie er wel weer een Goomba rondrennen. Dus die gaan we wel eventjes aanraken. En dan gaan we gelijk even aan de bak met wat meer Goomba-stampende, toad-reddende shit. Oké, dat slaat helemaal nergens op. Maar dat maakt het op zich niet al te vaart. Hup. Hup. Oh! Ik kon niet springen. Dat was echt super kote. Shit. Ja, dan word je helemaal terug. Dan schieten ze je ook nog wel even helemaal terug naar het vorige level heen. Ja joh, tuurlijk. Waarom ook eigenlijk niet. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We blijven dit gewoon proberen totdat we hem uiteindelijk gehaald hebben. Dan maar een even wat langere aflevering. Zei ik net ook al. Maar ik meen het ook. Als dat we dit nu niet halen, dan maken we maar gewoon even een langere aflevering. I don't fucking care. Nee, ik moest er nog maar heen. Shit. Oké. Nog een keer. Dan maar even een langere aflevering. Ik blijf dat maar zeggen. Ik weet niet waarom. Maakt op zich niet altijd veel uit. Want we gaan het gewoon nog een keer proberen. Het blijft ons maar blokken. Ik wil eigenlijk wel naar dat toothuisje.
Dan kan ik op zich gaan omlopen, maar daar ben ik te lui voor. Dan maar gewoon nog eventjes dit. Zo, 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 zo. En hup! Hè, ik heb het eindelijk gehaald. En ik krijg er nog wel even een paar mushrooms en een one-up voor terug, zag ik ook net. Super chill. Dat betekent dat we ook weer hartstikke mooi door kunnen gaan naar het volgende level met een mushroom erbij. Waarschijnlijk is dat vlaggetje helemaal uit het geheugen. Want als ik zo'n vlaggetje heb gehaald, dan heb ik meestal gewoon een checkpoint. En dat heb ik nu volgens mij gewoon niet. Dat is best wel jammer. Maar goed, niks aan te doen. We gaan gewoon door. Ja hoor, zie wel, mijn checkpoint is weggevaagd. Prima, dan maar even een langere aflevering. Waarom zeg ik dat zo vaak vandaag? Gewoon omdat ik het leuk vind en omdat het kan. Hey, hoe is het? In ieder geval, dit is dan weer eventjes fijn. Dit kan allemaal weer even duren. Spring, zo springer, ja. Oh, nee! Nou, dit gaat echt heerlijk. Ik ben zo lekker bezig. Merk je dat ik lekker bezig ben? Ik ben echt zo lekker bezig, jongens. Dat is echt niet normaal. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We blijven dit gewoon net zo lang proberen totdat ik het uiteindelijk gehaald heb. Deze aflevering moet ik gewoon dit level halen. Moet gewoon. Het kan gewoon niet anders dan dat ik dit haal vandaag. Hoppakee. Nog een mushroom erbij. Oké, sorry jongens. Dat moest gewoon nog eventjes eruit. Hoppakee. En nu moeten we even wachten, want we willen natuurlijk niet geplet worden door deze moeren. Door deze dingen. Door deze gears. Door deze, hoe de fuck je het maar wilt noemen. En hup. Je kan niet bij die buis komen. Volgens mij moet je door een andere buis heen om daarbij te komen ofzo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar het maakt op zich niet al te gek veel uit. We pakken deze prachtige vlag. En we springen hier overheen. En we gaan even deze sterrenmunt oppakken. Nogmaals, als we ze tegenkomen, kunnen we ze net zo goed oppakken. Oké. Zo. Zo. En komt u maar naar beneden. Dan spring ik wel even over u heen. Nee, dat gaat dus niet. Oké. Dan ga ik er wel even onderdoor. Zo, ja. Mooi. Oké. Springen onderdoor. En rennen. Pam, 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 pam. Pam, pam. Oké. En hup. Dit duurt zo lang. Waarom gaan deze dingen ook zo traag, jongens? Nintendo. Maak deze dingen alsjeblieft wat sneller. Dit gaat dus langzaam. Oh my god. Oké. Zo. En als dit ding wel eventjes door wil draaien. Lekker door draaien. Dan kan ik uiteindelijk wel eventjes door naar het fantastische deurtje van Larry Koopa. We gaan door de deur. En we gaan deze boss battle keihard inmaken, jongens. Het gaat vast en zeker goed lukken. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we gewoon lekker aan de bak gaan. Larry Koopa! Challenge accepted, zou ik maar zeggen. Oké. Nou, hier hebben we dan natuurlijk Kamek Koopa. Die maakt het allemaal een beetje interessanter voor ons. Die maakt de platformen magisch of zo. Ik weet niet precies wat dit moet voorstellen. Hij laat ze ronddraaien en ze gaan op en neer. Dat is het enige wat het is. Voor de rest zit er echt niet zoveel dingetjes aan vast of zo. Was dit Nintendo's wanhopige poging tot humor of zo? Want het is niet echt bepaald grappig dit. Maar goed. Dat is dan weer Nintendo, hè? En dat ben ik dan weer om heel eventjes Nintendo's... Ah, damn it! Waarom gaat het vandaag zo bad? Waarom gaat het zo bad? Nou, deze aflevering die gaat dus blijkbaar geen episode worden in wereld 2. We gaan natuurlijk wel wereld 2 introduceren in deze aflevering, daar niet van. Maar we gaan waarschijnlijk geen leveltje spelen in wereld 2, bedoel ik. Maar goed, maakt op zich niet al te veel uit. Gewoon blijven rennen nu. Dan komt het allemaal goed. Oh. En daar, pauw, pauw, pauw. En zo zit het eigenlijk allemaal wel goed. En we hebben er bij... Wauw, dat gaat even lekker. We hebben er wel even een mooie one-upje bij. Dat is mooi. Dat is hartstikke tof. En spring en spring en spring en spring. En heel veel springen in deze aflevering. Heel veel springen. En oh, dat red ik ook op maar net. Oké. En hier overheen. En daar. En oh, nee. Oh. nee, geen drybound. Nee.
Nee! Nee! Oh, yes. Oh my god. Ja, maar ik heb geen power-ups. Zit hier ergens power-ups verborgen of zo? Waar zijn hier de Ah, nee, dat meen je niet. Maar ik kan het doen zonder power-ups. Echt waar? Echt waar, game? Is dit hoe je het... Oh, wauw. Dat is lame. Dan ga ik wel eventjes lekker een battle spelen tegen Larry Koopa zonder power-ups. Nou, weet je wat, game? Ik neem je uitdaging wel aan. Dat is prima. Maakt mij op zich niet al te veel uit. We gaan ervoor. Challenge accepted. Ja, joh, tuurlijk. Komt hij weer met zijn magie. Dit is iets wat nogal veel gebruikt wordt in deze game. Magie! Want ja, wat zou nou een Mario game zijn zonder magie? Ja, eigenlijk geen Mario game. Maar ja, het zal eigenlijk wel... Nee! Oh shit, dude. Nee! Hij springt nog een keertje bovenop mij, joh. Oh shit, waarom stuitert hij zoveel? Hou eens op met stuiteren. Nee, dat meen je niet. Oké, jongens, ik geef het op. Ik geef het op. Ik ga gewoon... ik hou er gewoon even mee op voor nu. Het heeft even geen zin. Ik ben de volgende keer gewoon weer terug bij een nieuwe Super Mario Brothers V. Als je ervan hebt genoten, doe dan even een duimpje omhoog. En dan kom ik de volgende keer terug om even wraak te nemen op Larry Koopa. Doei!